Hallo, dit is het vijfde filmpje over elektrotechnische en magnetische velden voor alternatief bovenbouw natuurkunde. En deze paragraaf over de elektromotor en we gaan naar de opgave. 21. In figuur 1059, dat is in deze, loopt er ook stroom door de zijde BC. Dus hier loopt stroom. Kijk, waar komt die vandaan? Dus de stroom is in die richting, op van C naar B. Leg uit waarom dat er in A, B, C, D geen Lorentzkracht op de zijde BC werkt. Wel werkt er een Lorentzkracht op de zijde BC. Of werkt er wel een Lorentzkracht op de zijde BC. Dan is deze even groot en tegengesteld gericht aan de Lorentzkracht in AD. Leg dat uit. Dus dat is de B-opdracht. Okay, eerst maar even de A-opdracht. Met magnetische veld loopt in deze richting, zoals je kan zien. En de stroomrichting loopt ook in deze richting. Dus die staan niet echt op elkaar. Dus heb je geen Lorentzkracht. B-opdracht dan. De stroom loopt hier van D naar C en hier loopt de stroom van B naar A. Dus de richting is tegengesteld. De Lorentzkracht wordt bepaald door de richting van de stroom en de richting van het magnetisch veld. Als een van de twee omgekeerd is ten opzichte van de vorige situatie, dan draait de Lorentzkracht dus ook om. Dat is hier gebeurd. De richting van het magnetisch veld is nog steeds dezelfde. Maar hier loopt de stroom van D naar C en hier loopt de stroom van B naar A, dus de andere kant op, dus draait de Lorentzkracht om. Zo eenvoudig is dat. In figuur 1060 zie je een primitieve elektromotor. Een bolvormige magnetveld is met een schroef aan de onderkant van een batterij verbonden. Via een snoer loopt de stroom van de bovenkant van de batterij via de zijkant van de magneet naar de bovenkant van de magneet. Oké, de voorzijde van de magneet draait in de figuur 1060 naar rechts. Bevindt dan de noordpool van de magneet zich aan de bovenkant of aan de onderkant van de bol, ligt je antwoord toe. We hebben al heel vaak gedaan in de volgende filmpjes met de linkerhandregel. Ik lees gewoon even voor de richting van de stroom. De magneet draait rechtsom, dus waar de stroom op contact met de zijkant, wijst de Lorentzkracht het papier in, of in dit geval het scherm in. De pluspool van de magneet is weer aan de bovenkant. De stroom loopt dus daar de magneet in. En de linkerhandregel volgt dat de richting van het magnetisch veld naar boven is. Binnen de magneet wijzen de veldlijnen van zuid naar noord. En de noordpool bevindt zich dus met de bovenkant van de magneet. Dus je kan het doen met de FBA-regel. Duim is Lorentzkracht. Wijsvinger is magnetisch veld. En middelvinger is de stroomrichting. Oké, dat heb ik al heel wat gedaan. Ga ik verder als je het niet erg vindt. Noem twee manieren om de draairichting van de elektromotor om te draaien. Ja, dat kan dus op twee manieren, zoals altijd. Je kan de stroom van richting laten veranderen. En je kan de magneet omdraaien. In beide gevallen wisselt dan de Lorentzkracht van oriëntatie. Die gaat dus het scherm uitkomen, op papier uitkomen. Als je ze allebei omdraait, dan verandert natuurlijk uiteindelijk aan de richting van de Lorentzkracht niks. Dus moet één van de twee veranderen. Voor 23. DMI doet een onderzoek naar een elektromotor. Smaakt de opstelling van figuur 1061. Dus deze. Een blok van 250 gram is verbonden met de draaias van de elektromotor. Okay, dit zal hem zijn, dit is de draaias van de elektromotor. DMI laat de stroomsterkte in stappen toenemen en tekent telkens de waarde die de weegschaal aangeeft. Oké, hier is de weegschaal. Mijn stroomsterkte van 0,8 ampère komt een blokje los van de weegschaal. Dan is de kracht is even groot als de zwaarte van 250 gram. Van de meetwaarde heeft DMI een ML-grafiek gemaakt, dus een massa. MI, sorry, massa hier tegen stroomsterkte hier. Uit welke ML-grafiek uit figuur 1062 komt overeen met haar meting? Oké, waarom geeft de weegschaal minder aandacht? Komt door de Lorentzkracht natuurlijk. Die werkt tegen de zwaartekracht in. En de Lorentzkracht die hangt van drie zaken af. Van het magnetisch veld, van de stroomsterkte en van de lengte van de stroomdraad, zeg maar. Hier gaat het om de stroomsterkte. Als je de stroomsterkte verdubbelt, dan verdubbelt ook de Lorentzkracht. Dat betekent dus als je daar een grafiek van maakt, dan krijg je een rechte lijn. Hè? Want dit is wel een massa grafiek, maar in feite is dat de massa is evenredig met de afname van de massa is evenredig met de toename van de Lorentzkracht. Dus, die is recht evenredig, dus we krijgen een rechte lijn. Dus moet dit ook een rechte lijn zijn. Dus dan blijven eigenlijk alleen maar C en D over. Nou, er staat dat de weegschaal 0 aangeeft bij 0,8 ampère. Dat is hier bij 0,8 ampère. En massa die we aan mogen geven wordt door 0, dus dat moet C zijn. Leg een van de overige grafiek uit van dat ze niet kloppen. Is eigenlijk al gedaan.
D en B zijn geen rechte lijnen. En dat moest wel, hè, want de stroomsnelheid en de afname van de massa die zijn evenredig, zoals het in de buiten ligt. En dat is bij A is dat wel het geval. Alleen als er geen stroom loopt, dan is het niet zo dat de weegschaal niks aangeeft. Dan geeft die 117 gram aan, dus die is ook niet goed. Oké, 24. In figuur 1063 is een schematische weergave van een elektromotor gegeven, bepaalde draairichting van de motor. Dat kun je doen met de linkerhandregel natuurlijk hier. Kijk, je hebt hier de magneetveld loopt van noord naar zuid natuurlijk. Dat is hier de groen getekend. Als je aan de bovenkant kijkt, dan zie je dat hier de stroomsterkte loopt. Dus die loopt die kant op. Dat is hier de blauwe pijl. En de Lorentzvlag staat loopt echt op allebei. Dus dat is deze dan. En die staat naar rechts, dus hij zal zo willen draaien. Als je aan de onderkant doet, dan krijg je precies hetzelfde, behalve dan dat de stroomsterkte, die kan je in de tekening hier zien, die komt dus naar voren. Dus deze pijl die zou daar omdraaien als je de tekening aan de onderkant maakt. De B blijft natuurlijk hetzelfde. En omdat alleen de stroomsterkte omdraait, zal de aan de onderkant lorentzkracht dus die kant op gaan. Dus dat betekent dus dat hij rechtsom gaat draaien. Zowel door de kracht aan de bovenkant als al de onderkant veroorzaken dat. Oké, in de huisinstallatie staat een wisselspanning op de aansluitpunten van een stopcontact. Dat betekent dat de aansluitpunten voortdurend willen veranderen van pluspool en minpool en andersom. Dat gebeurt hier. Werkt de motor op, ook als je een wisselspanning aanbrengt? Nou, bij wisselspanning verandert de richting van de stroom voortdurend. Omdat de richting van het magnetisch veld niet verandert, verandert voortdurend de richting van de Lorentzkracht. Deze motor werkt niet op wisselspanning. Dat is omdat deze niet een voorziening heeft om daarvoor te compenseren dat de stroomrichting steeds van richting verandert. Dat kan wel. Er zijn elektromotoren die dat doen. Dus het is een gelijk spannings. Noem je dat? Elektromotor. In het boek kun je wel vinden hoe dat werkt. Een elektromotor die op wisselspanning werkt. Schakel je de motor uit, dan kan de spoel tot stilstand komen. In de stand van figuur 1063b, dat zal deze zijn. Als je daar de stroom niet aangaat, dan gaat de stroom inschat, gaat de motor niet draaien. Leg dit uit. Oké, volgens mij staan de plus- en de minpool nu aangesloten op isolerend materiaal, zoals je hier kan zien, en niet op het glijdende materiaal. Dat betekent dus dat er geen stroom gaat lopen. En als er geen stroom gaat lopen, dan kun je wel een magnetisch veld hebben, maar zonder stroom krijg je dan geen Lorentzkracht. Goed, dit probleem voorkom je als je twee spoelen om een cilinder wikkelt, die loodrecht op elkaar staan. In 1064 is dat voor twee windingen gedaan. Hier heb je dus de zwarte winding en de rode winding. Oké, die kunnen nooit alle vier natuurlijk gelijk op deze aangesluiten. Er zijn altijd maar twee, die maximaal natuurlijk. Beschrijf eens hoe de aangepaste collector eruit ziet. Oké, dat ziet er dus zo uit. Deze. Hier heb je dus 1, 2, 3, 4 aansluitingspunten. En dus loopt altijd stroom. Want er kunnen er misschien wel twee tegelijkertijd op het isolerende materiaal staan, maar nooit alle vier tegelijk. Dus de motor gaat altijd draaien. Oké, dat is 24. Wat ook nog een beetje ontbreken in deze tekening is dat natuurlijk maar twee van de vier aansluitpunten getekend zijn. En hier zijn er twee getekend, maar deze twee zijn niet getekend. Maar die zijn er natuurlijk wel. Oké. 25 dan. In een seriemotor zijn de permanente magneten gehouden door elektromagneten. Zie ik 1065. Dit zijn elektromagneten. Dit zijn elektromagneten. Goed. Want je ziet een stroomspoel omheen. Oké. Bij een seriemotor gaat de stroom niet alleen door de spoelen die om de cilinder zijn gewikkeld, maar ook door de spoelen S1 en S2. Dus hier heb je een spoel, en hier heb je een spoel, en daar heb je een spoel. Oké. K1 en K2 zijn co-borstels. Kijk, die zitten hier en daar. Oké. Hoe kun je de draairichting van de as van de seriemotor veranderen? Nou, dat kan natuurlijk of de stroom van richting laten veranderen, of de magnetisch veld van richting laten veranderen. Dat hebben we al eerder gezien. De stroomrichting kun je veranderen door die K1 en K2 om te laten wisselen. En het magnetisch veld kun je veranderen door deze plus en min te wisselen. Oké. Leg uit aan de serie dat deze motor ook werkt als je hem op een wisselspanningsbron aansluit.
Oké, als je alleen deze plus en min omsluit, dan gaat natuurlijk de stroom door de elektromagneten de andere richting opwerken, dus draait het magnetisch veld om. Maar wat ook gebeurt is, als je deze plus en min verandert en je laat deze K1 en K2 op dezelfde plaats staan, dan gaat de stroom door deze ook van richting veranderen en draait die dus ook om. Als je ze allebei omdraait, dan blijft dan verandert voor de Lorentzkracht niks. Ja, dus zowel de magnetisch veld verandert van richting, als de stroomsterkte door de draad verandert van richting. En als ze allebei omdraaien, dan blijft de Lorentzkracht hetzelfde. Als je de moeite hebt om dat te begrijpen, dan moet je maar even een tekeningetje maken. Zo'n driedimensionaal tekentje met de drie vectorpijlen, en dan zul je zien dat het echt zo is. Oké, dit was paragraaf 5. Hierna volgt nog, zoals je kan zien, paragraaf 6 in een ander filmpje.